En weet dat u onze kracht bent. Amen. Amen. Yes, goedemorgen allemaal. Dat is in één keer een goede reactie. Ik heb heel veel kerken, dan zeg ik goedemorgen en dan blijft het eigenlijk een beetje stil. Maar hier zeggen jullie gelijk goedemorgen allemaal. Weet je, voordat ze weggaan, want ze gaan zich even omkleden, heb ik begrepen. Of mag ik dat misschien nog niet verklappen, sorry. Excuus. Maar ik wil eigenlijk even een applaus voor ze vragen. Nog even wachten met applaus. Maar het is super bijzonder hoeveel tijd jullie erin hebben zitten. Als ik kijk naar de voorbereiding, ik vind het echt super tof. Ik kijk even jullie allemaal aan. Hoe jullie dit hebben voorbereid. En ja, dat is het waard toch, om voor te klappen. Yes? Want weet je wat heel cool is? We waren zojuist met een enorm team. Waren we met elkaar aan het bidden. Hier zo, vooraan. Het is ook echt een oproep, hè? Als je een half uurtje eerder komt voordat de kerk start, dan is het super tof om hier bij elkaar te komen. En we ervaren allemaal dat God vandaag bijzondere dingen gaat doen. En natuurlijk, hè, dat wil hij elke dag doen. Hij is er elke dag bij ons. Maar we ervaren allemaal stuk voor stuk dat God iets wil gaan doen vandaag. Dus of je nou in het dal zit, of dat je eigenlijk wel prima voelt, of dat je juist op de bergtop bent, weet... God wil jou vandaag ontmoeten. Hij wil jou vandaag aanraken. En op het moment dat wij een offer brengen, net zoals wat zij hebben gedaan in de voorbereiding, de band, maar ook de hele leiding. Dat applaus was net ook voor iedereen die betrokken is geweest bij de voorbereiding. Maar weet dat als wij een offer brengen, dat daar altijd het vuur op valt. En denk je misschien bij jezelf, joh Robbie, is dat niet een beetje wettisch? Maar weet je, in het Oude Testament zag je dat gebeuren. Dat op het moment dat de mensen een offer brachten, de priesters... Dan viel op dat offer viel het vuur van God. En we mogen weten, Jezus heeft voor eens en voor altijd het offer gebracht. Waardoor wij bij God mogen komen. Waar ook het vuur op valt. Het is niet ons eigen werk dat de Heilige Geest komt. Dat we Gods kracht ontvangen. Het is door zijn werk. Maar aan de andere kant geloof ik nog steeds in het principe van als wij offers brengen in onze tijd. Als wij offers brengen in onze voorbereiding. Als wij offers brengen in ons dagelijks leven voor God. Dat hij nog steeds daarop komt met zijn vuur. En als ik kijk naar deze voorbereiding van deze mooie gasten, van deze mooie mensen, dan weet ik zeker dat God vandaag op een hele bijzondere manier gaat bewegen. Want er zit zoveel tijd in, er zit zoveel energie in. En ik zou bijna zeggen, God die kan bijna niet anders. En ik ken hem persoonlijk gelukkig al een tijdje, dus het is niet zo dat ik God voor mijn karretje span op het moment dat ik dit zeg. Maar God kan bijna niet anders, omdat het zijn verlangen is ook, dat hij zegt, ik wil vandaag jouw hart aanraken. En dat is cool, toch? Of niet? Weet je wat heel bijzonder was? De aanbiddingsleidster die begon met Psalm 22. En ik ga het vandaag hebben over Psalm 23. En het mooie, hè, als je Psalm 22 gaat bestuderen, dan zie je dat de psalmist inderdaad daar zegt, wat zij ook net voorlas, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die psalm die gaat letterlijk over Jezus. Want Jezus die hing aan het kruis. Psalm 22 staat er, maar ook in Lucas 22... En dan zegt hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En weet je wat zo mooi is? Psalm 22 eindigt met het vers, hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan, hij heeft het volbracht. En het mooie van Psalm 22 is, dat Jezus werd verlaten voor eens en voor altijd door God de Vader, zodat jij en ik nooit meer verlaten zouden hoeven worden. En ik geloof dat het niet voor niks is dat Psalm 23 precies naar Psalm 22 komt. Ook heel logisch uiteraard. Maar qua boodschap bedoel ik. Want de boodschap van Psalm 23 is, de kern, het hart van de psalm, u bent altijd bij mij. U bent altijd bij mij. En waarom is God altijd bij ons? Op basis van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis op Golgotha. Omdat Psalm 22 in vervulling is gegaan, kan vandaag de dag ook Psalm 23 voor ons, voor jou en voor mij in vervulling gaan. Ik hoorde al een goede amen. Zijn er meer mensen die daar amen op zeggen? Amen, toch? Yes, we gaan Psalm 23 erbij pakken. En ik wil het eigenlijk op een iets andere manier doen dan dat we normaal doen. Want ik denk dat heel veel van ons die kennen Psalm 23... die zijn daar bekend mee. Misschien is het wel de meest bekende psalm uit de Bijbel. Maar ik geloof dat ik vandaag... vanuit een nieuwe invalshoek met jullie daarnaar kan gaan kijken. En wat ik eigenlijk wil doen, zometeen als ik hem ga voorlezen, wil ik eigenlijk vragen of jullie een moment je ogen willen sluiten. En waarom? Misschien denk je, joh, is dat niet een beetje gek?
Nou, valt wel mee toch? We sluiten elke avond een uur of acht, meestal, onze ogen. Dus in de kerk kunnen we dat ook nog even doen. Misschien is het juist wel lekker. Misschien ben je wel een beetje moe. Ben je jong hier? Heb je gisteravond een leuke avond gehad? Denk je, oh, dat is wel lekker even mijn ogen sluiten. Maar ik wil bewust even onze ogen sluiten. En waarom? Omdat we als we gaan kijken naar Psalm 23, wat we daarin kunnen zien, is dat het eigenlijk letterlijk een route is die de schapen afleggen. Psalm 23 is letterlijk een route die de schapen afleggen. En de schapen, nou, waarschijnlijk weet u dat al, maar de schapen die staan symbool voor jou en voor mij. Ze zijn allemaal mooie schaapjes van onze herder, van de goede herder, Jezus. Maar de route die de schapen afleggen is een symbolisch beeld, een profetisch beeld van de route die wij ook in ons dagelijkse leven afleggen. Als we kijken naar Psalm 23, dan begint de route in de groene weide en dan eindigt die met een avondmaal op de top van de berg. En betekent dat dan dat het één route is, het leven zo van de weide hop naar de berg toe? Helaas niet. Het is niet zozeer misschien een levensroute, het is meer een levenscyclus. Want continu komt dit terug. Dus ik wil met jullie Psalm 23 gaan lezen. En ik wil dus vragen of jullie misschien je ogen dicht willen doen. En op het moment dat ik het heb over de groene weide, op het moment dat ik het heb over drinken bij het water, wil ik eigenlijk aan je vragen, nodig de Heilige Geest uit, heet hem welkom, om ook dat beeld aan jou te geven. Dus op het moment dat ik het voorlees, dat jij mag weten, dit gaat over de schapen in de tijd van de herders, maar tegelijkertijd gaat het over jou en over mij. Yes, dus zullen we onze ogen sluiten? Ik ga het niet doen, want ik moet het voorlezen, dus ik hoop dat jullie dat goed vinden. Laten we een moment de ogen sluiten. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven en ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Yes, lieve Vader in de hemel, terwijl we onze ogen gesloten hebben, Heer, bid ik dat waar we op dit moment ook zijn in ons leven, of het nou lekker aan het chillen is in de groene weide, het neerliggen in de groene weide, in de grazige weide, of dat het is aan vredig water om te drinken, of dat het misschien juist wel is in het donkere dal, in de valley, of misschien wel op de top van de berg. Ik bid dat u op dit moment openbaart dat u dichtbij bent. Dat u ons leidt. Heer, en dat u zegt in Deuteronomium 31 vers 8, ik zal je nooit verlaten. Sterker nog, ik zal je nooit loslaten. Never nooit. Ik ben bij je en ik zal er altijd zijn. Heer, ik zegen en ieder met uw geest. Ik bid echt als ik het woord ga spreken, Heer, dat u komt met wijsheid, dat u komt met openbaring. Ik pleit uw bloed, Heer Jezus, over deze zaal uit. Ik bid ook aan ieder die, die kan met onrust, die kan met angst, die aangevallen wordt door de duisternis. Heer, op dit moment bind ik elke duisternis in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat er niks op dit moment in de weg zal staan om uw woord te ontvangen in ons hart. En ik zegen zo in ieder met uw openbaring in Jezus' naam. Amen. Amen, amen. Weet je, ik wil beginnen met een bemoediging. Want ik zei het al even, het is niet zozeer een levensroute die hier beschreven wordt. Die begint in de groene weide en eindigt op de top van de berg. Het is meer een levenscyclus. Dus met andere woorden, het is iets wat eigenlijk continu terugkomt in ons leven. Continu bevinden we ons in seizoenen met God samen. Maar misschien ook wel alleen. Misschien ken je God nog niet zoals je hier zit. Maar we bevinden ons in seizoenen waarin we door seizoenen gaan. Waarin we lekker langs de grazige weide gaan. Waarin we lekker aan het chillen zijn. Waarin we langs het water gaan om rustig te drinken. Maar helaas bevinden we ons ook in seizoenen waarin we allemaal, stuk voor stuk, hoe je hier ook zit. Of je nou jong bent of dat je oud bent. Waarin we door het dal gaan. En
En ik wil u bemoedigen deze ochtend dat dit iets is wat dus eigenlijk heel natuurlijk is. De valleys, donkere perioden in ons leven, de dalen, is iets wat niet raar is. Op het moment dat jij door een periode gaat waarin het even niet lekker loopt, en ik kan daar heel goed over meepraten, ik ben door een burn-out gegaan, maar tegelijkertijd nogmaals, die levenscyclus, ik heb ook de ene week dat het lekkerder gaat dan de andere week, de ene dag dat het lekkerder gaat dan de andere dag. Maar wat ik heel lang heb gedaan en wat ik soms nog steeds doe, is keihard vechten op het moment dat ik me even niet lekker voel. Keihard vechten op het moment dat ik even struikel, dat ik zondig, dat ik faal. Dat het even niet goed met me gaat, dat ik slecht over mezelf denk. Dat ik me afgewezen voel, dat ik teleurgesteld ben, dat ik boos ben. Maar weet je wat we mogen doen? Op het moment dat we door een valley heen gaan, op het moment dat we door een dal heen gaan, dan mogen we dat ook accepteren. Want het is onderdeel van het leven, de dalen. De herder die wist, als ik mijn schapen wil leiden naar nieuw gebied, naar gebieden waar voedsel is voor mijn schapen, waar er nieuwe kracht is, waar er nieuwe hoop is, waar er nieuwe liefde is, nieuwe aanvaarding is, dan kan het niet anders dan dat ik soms de weg moet nemen door het dal om bij de bergtop te komen. En ik wil je bemoedigen deze ochtend, als je op dit moment door een dal gaat, of als je op het punt staat misschien wel om door een dal heen te gaan, veroordeel jezelf dan niet. It is part of the journey. Het is onderdeel van het leven. En dat betekent ook, David de Vos die zegt dat heel mooi, maar het is ook een liedje van We Are Messengers. Maybe it's okay if we are not okay. It's okay to be not okay. En ga ik dan hier een boodschap brengen dat we in een hoekje moeten gaan zitten en dat we moeten kniezen en dat we moeten steunen? Absoluut niet. Maar op het moment dat jij continu jezelf veroordeelt omdat jij door een dal heen gaat, dat je continu jezelf veroordeelt omdat je je niet goed voelt, omdat je boos bent, omdat je teleurgesteld bent, geloof mij, dan is dat balen van jou en dat boos zijn, dat schamen van jou, dat is veel destructiever dan het gevoel wat jij in eerste instantie had en wat jij niet omarmt op dat moment. Het is een jongerendienst, ik zal niet zo diep gaan. Dat is best wel een moeilijke zin dit. Maar wat ik ermee wil zeggen is, als jij tegen iets aanloopt in je leven, of het nou woede is, dat het teleurstelling is, dat het schaamte is, dat het angst is, accepteer dan en omarm dat het even zo is. Want de dalen, hebben we zojuist kunnen lezen, die horen bij het leven. En je mag één ding weten, midden in dat dal, en dat is iets waar ik mezelf continu aan moet herinneren, dat is dat God, dat Jezus tegen jou en tegen mij zegt, ik veroordeel jou niet. Never, nooit. Ik veroordeel jou niet. Jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter. En niks, maar dan ook niks, kan daar ooit iets aan veranderen. Amen. Amen. Dat is een goede boodschap inderdaad. Dus volgende keer als er een dal komt, de volgende keer als je weer eens struikelt, de volgende keer als je weer eens faalt, en nogmaals, ik maak het ook mee in mijn dagelijkse leven, ga dan niet weer opnieuw jezelf keihard veroordelen, maar zeg, oké, Heer, hier ben ik. Omarm het. Want op het moment dat je het gaat wegstoppen, dan ga je je schamen eigenlijk voor jouw gevoel, en die schaamte die is veel destructiever dan het gevoel wat jij in eerste instantie had. En op het moment dat je dat bij God brengt, dan zegt hij, lieve schat, dat weet ik toch? Kom, ik neem je bij de hand. En we gaan op weg, door dit dal, naar de bergtop. Maybe it's okay, if I'm not okay. Hij mag naar de volgende. Ik heb een plaatje heb ik aangevraagd. Kunnen jullie hem goed zien? Neem het maar rustig even in je op. Jullie snappen hem denk ik, hè? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. We zien hier een kip die vol rust, vol vrede, langs de KFC loopt. En de KFC, de Kentucky Fried Chicken,
Dat is de plek waar juist de kippetjes geserveerd worden, maar niet op deze manier, maar in kleinere porties. En die kip die loopt vol rust, loopt die daar langs. En het is een beetje een grappige boodschap, maar hier zit een geheim in. Want hoe kunnen wij op deze manier, zoals deze kip, zo rustig, zo vredig, zo ontspannen, zo in vertrouwen, door het dal heen lopen? Daar wil ik een kort moment met jullie induiken, want we gaan het in twee delen doen. Dus we gaan niet twee keer anderhalf uur doen, twee preken, maak je geen zorgen. We gaan twee korte, krachtige delen doen. En het eerste deel is de valleys, de dalen. Wat moeten we doen als we daar doorheen gaan? Wat kunnen we doen als we daar doorheen gaan? En hoe kunnen we, net zoals deze kip, op een rustige en vredige manier accepteren dat we door het dal gaan? Dat we langs misschien wel onze grootste verleiding gaan, langs onze grootste vijand. En toch zeggen, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Drie punten. Yes, dus dan kunnen jullie ze aftellen voor de jongeren onder ons. Het eerste punt, waardoor deze kip zo rustig kan lopen, maar waardoor wij ook als schapen rustig door het dal kunnen lopen, is de boodschap, hij is altijd bij mij. Altijd. Weet je, dit is een hele bijzondere psalm. Het is een gedicht. En het gedicht bestaat uit 21 zinnetjes. 10 zinnetjes voor en 10 zinnetjes na. En precies in het midden van dit gedicht staat de zin. U bent altijd bij mij. Dat is het hart van deze psalm. U bent altijd bij mij. Op het moment dat ik lekker lig te chillen in de weide. Op het moment dat ik aan het drinken ben bij het water, bij de rivier. Maar ook op het moment dat ik ga door dat donkere dal, door de schaduw van de dood. U bent altijd bij mij. En met dat bewustzijn mogen wij gaan door de dalen in ons leven. U bent altijd bij mij. Maar tegelijkertijd is deze uitspraak ook tweeledig. In vers 1 zegt David in deze psalm, hebben we net met elkaar gelezen, het ontbreekt mij aan niets. En misschien heeft u dat wel eens eerder gehoord, maar weet je wat daar letterlijk staat? Niet zozeer het ontbreekt mij aan niets, dat is de boodschap van de hele psalm. Maar wat daar letterlijk staat is, ik zal niet ontbreken. De Heer is mijn herder en ik zal niet ontbreken. Ik als schaap in de kudde zal niet ontbreken. En op het moment dat we stilstaan bij de boodschap, hij is bij mij, dan mogen we weten dat dat tweeledig is. Namelijk, hij is bij mij, maar ook ik ben bij hem. En misschien denk je nu, joh Robbie, wat is dan het verschil? Hij is bij mij, ik ben bij hem. Het verschil is een verschil op eeuwigheidswaarde. Want God is niet alleen maar naast jou, hier bij je, op het moment dat je door het dal gaat. Maar op het moment dat jij in Jezus gelooft, mag je weten, hij komt niet alleen maar naast je staan. Hij komt zelfs in je wonen. Jij wordt een tempel van de Heilige Geest, zegt 1 Korinthe 3 vers 16. En dat betekent dat God voor eens en voor altijd, voor eens en voor altijd, dus of je nou zondig, dat je struikelt, dat je faalt, voor eens en voor altijd besluit hij, ik kom niet alleen maar bij jou, maar jij komt ook bij mij. Ik kom in jou wonen. Ik verbind jou, mij met jouzelf. U bent altijd bij mij. En op het moment dat je gelooft in Jezus, mag je weten, hij komt niet alleen maar naast je staan, hij komt ook in je wonen. En die eenheid tussen jou en God de Vader, door het volbrachte werk van Jezus aan het kruis op Golgotha, die eenheid kan nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit verbroken worden. Johannes 10 zegt Jezus tegen jou en tegen mij, helemaal niks kan jou uit de hand van mij en vanuit mijn Vaders hand roven. Helemaal niks. Hoeveel fouten je ook maakt, hoeveel dingen je ook fout doet, hoe slecht je misschien ook wel over jezelf denkt, wat je ook feest in het leven, wat er ook op je afkomt, of het nou ziekte is, dat het zonde is, dat het misschien wel gedachten zijn van de duisternis, je mag weten, niks, maar dan ook niks, niemand kan mij roven uit de hand van de Vader. Hij is bij mij, hij staat naast mij, hij leidt mij door het dal heen. En tegelijkertijd is hij ook nog eens in mij.
En niet alleen maar op dit moment, maar ook zometeen als ik doodga, als ik naar de hemel ga, mag ik weten, voor eens en voor altijd ben ik bij hem. En is hij bij mij. Dat is het eerste. Het tweede punt. Ik doe deze bijna om. Dat is niet de bedoeling, hè? Het tweede punt is: uw stok en uw staf vertroosten mij. Op het moment dat wij door het dal gaan, op het moment dat we gaan door het dal van de schaduw van de dood, dan mogen we allereerst beseffen: hij is altijd bij mij, waar ik ook doorheen ga. En als tweede mogen we Gods stok en Gods staf mogen we welkom heten in ons dagelijkse leven. En denk je bij jezelf, Robbie, een beetje cryptisch. Gods stok, Gods staf, wat bedoel je daarmee? In de tijd van de herders met de schapen had elke herder had een stok en een staf. Hij had een stok om mee te slaan. En denk je, toch niet de schapen mee te slaan? Absoluut niet. Want wat sloeg de herder ermee? De herder die sloeg de wolven ermee weg en de beren ermee weg. Alle roofdieren die op de loer lagen om de schapen aan te vallen. Dus hij had een stok om de schapen te beschermen, om de vijanden mee weg te slaan, om jou te bewaken. En tegelijkertijd had hij een staf om je te leiden, om de schapen te leiden en te ondersteunen. Wat betekent dat nou voor vandaag? Wat is Gods stok in ons dagelijkse leven? En dat is zo belangrijk dat we dat welkom eten. Op het moment dat we door een diep dal gaan. Dat we zeggen, Heer, ik heet uw stok en uw staf heet ik welkom in mijn leven. Gods stok in ons dagelijks leven is zijn woord. Het is zijn woord wat ons bewaakt. Wat ons beschermt. Maar ook wat ons reinigt. Op het moment dat wij aangevallen worden door de duivel. Dan mogen wij gaan naar dit woord. En misschien worstel je wel met gedachten van... Ben ik wel goed genoeg? Heb ik het nu niet verprutst met wat ik fout doe? Is God wel echt bij mij? Ben ik wel echt vergeven? Misschien worstel je wel met gedachten dat je lelijk bent. Dat je niet mooi gemaakt bent. Dan mag je terugkeren naar de stok van God. En dan mag je Gods stok welkom heten. Om de vijand hiermee op afstand te houden. En het is zo belangrijk dat we dat doen. En tegelijkertijd, het heeft een beschermende, een bewakende functie. Maar ik noemde het al even. Gods woord heeft ook een reinigende functie. Wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat wij in ons dagelijks leven leven. Dan worden wij, soms bewust, als we foutjes maken, als we zondigen. Worden we verontreinigd. Maar ook onbewust. Ik weet niet of je dat al hebt gemerkt. Ga je naar de bioscoop, ik had het laatst nog met mijn vrouw. En dan vooraf, zonder dat ik daarvoor kies, word ik geconfronteerd met promo's. Misschien ook op de reclame, als je tv kijkt. Van horrorfilms. Of van enorm seksueel getinte films. Of ik zit in de auto, hè, voor mijn werk zit ik eigenlijk continu in de auto. En dan komen er allemaal billboards voorbij van halfnaakte vrouwen. Daar kies ik niet voor, om dat te zien. Maar dat komt gewoon op mijn pad. En zo worden wij allemaal in ons dagelijks leven, worden wij helaas verontreinigd. En wat doet Gods woord? Wat doet Gods stok? Gods stok reinigt ons. Om dat voorbeeld duidelijker te maken. Wie kent de wapenuitrusting? Kennen we denk ik allemaal, toch? Ik ga even naar... Ik zie dat jongetje hier zitten. Dat is misschien een beetje eng, hè? Zit je al lang in de kerk? Ja? Heb je wel eens toen over de wapenrusting bij de kidsclub... Ken je dat of niet? Dat ze een schild omdoen en dat ze een zwaard. En met het zwaard, hoe zag dat er altijd uit, het zwaard? Weet je dat nog? Nee. Het zwaard bij de wapenuitrusting, wie weet dat? Ik wil een van de jongeren, ik zie hier nog een jongetje zitten. Hoe zag het zwaard eruit? Kan je dat beschrijven? Geen idee. Oké. Dat is het risico wat je neemt, hè, als je dan een keer de zaal inloopt. Ik ga me in ieder geval vanuit mijn verhaal vertellen. Op de kidsclub vroeger, dan was het zwaard... was altijd zo'n lang zwaard. Zo enorm, weet je wel. Zo om te vechten daarmee. Maar weet je dat eigenlijk niet waar is? Dat het een lang zwaard was in die tijd? In die tijd was het niet zozeer een lang zwaard. Maar het was een heel klein dolkje. Een dolk. En wat was de functie van de dolk?
Op het moment dat de soldaten aan het vechten waren, dan gebeurde het wel eens dat ze hun in de strijd, dat ze hun schild opheften, hun schild van geloof. Daar staat het symbool voor. En dat er pijlen kwamen van de duisternis, pijlen van, jij bent niet goed genoeg. Denk je nou echt dat je vergeven bent? Je bent lelijk, je bent het niet waard, noem het maar op. En dan gebeurde het wel eens dat langs dat schild van geloof, wat we niet allemaal volhouden, continu elke dag, dat er pijlen langs dat schild kwamen in het lichaam van de soldaten. En waar was dan de dolk voor? Dat is heel bijzonder. De dolk was allereerst om de speer eruit te halen. En vervolgens, als die speer dan eruit gehaald werd, dan bleven er altijd splinters zitten van die speer. En wat was het doel van de dolk? Het woord van God. Want daar staat het zwaard van de geest voor, het dolk van de geest. Spannend, dit. Het doel van Gods woord is om dat waar jij mee verontreinigd bent, die splinters die blijven zitten, die pijlen van de duivel, om daarmee jezelf te reinigen. Is een bijzonder beeld, toch? De dolk had als doel dat op het moment dat die speren kwamen in de soldaten en er bleven splinters zitten, dan moesten die splinters verwijderd worden, omdat het anders misschien wel zelfs tot de dood zou leiden met ontstekingen en dergelijke in die tijd. En wat had de dolk als doel, het woord van God, om vervolgens de leugens van de duivel weer uit je systeem te halen? En dat is waarom het zo belangrijk is dat als je door een dal gaat, dat je zegt, Heer, uw stok om mij te beschermen, om mij te bewaken, om mij dus ook te reinigen van de leugens van de duivel, heet ik welkom in mijn leven. En weet je, het is zo belangrijk, ik zie jonge mensen hier zitten, ga alsjeblieft, ook al snap je er geen reet van, ga de Bijbel lezen. En vertrouw erop dat de staf van God, want dat is het bijzondere, de Heilige Geest, dat op het moment dat je de Bijbel leest, dat Hij jou zal duidelijk maken, de Heilige Geest, wat hierin staat. En Hij gaat je duidelijk maken dat je vergeven bent, voor eens en voor altijd. Dat je voor altijd schoon bent, wat je ook doet. Dat je, ik zie hier een mooie meisje zitten, dat jij de geliefde dochter van God bent. Jij bent zijn prinses. Dat is wat hier in de Bijbel staat. En op het moment dat jij de Bijbel leest, mag je erachter komen, wow, ik ben een zoon, ik ben een dochter van de levende God. En niks, maar dan ook niks, halleluja, kan mij scheiden van de liefde van de Vader. Dus heet Gods stok welkom in je leven, op het moment dat je door een dal gaat. Ten tweede, heet de staf van God welkom in je leven. Nou, ik verklapte het al eventjes, maar de staf van God is de Heilige Geest. De Heilige Geest is er om jou te leiden en te ondersteunen in je dagelijks leven. We hebben aan de ene kant de stok, het geschreven woord van God. En aan de andere kant hebben we de staf, de Heilige Geest, het gesproken woord van God. Want wat doet de Heilige Geest in jouw dagelijks leven? Die helpt jou op het moment dat je de Bijbel leest, maar ook dat je besluit op het moment dat je in de auto zit, dat je op school bent, dat je je even puntje puntje voelt. Ik ga geen lelijke woorden in de kerk gebruiken. Dat je je even niet fijn voelt. En je zegt, Heer, Jezus, ik ben zojuist gepest en ik vind het niet leuk. Wilt u op dit moment tot mij spreken? En daar is de staf van God voor, de Heilige Geest. De Heilige Geest die helpt je niet alleen maar bij het Bijbel lezen, maar die helpt je ook in het dagelijks leven om Gods stem te verstaan. En denk je, wow, kan dat, Gods stem verstaan? Kom na de dienst naar me toe en dan ga ik je wonderen vertellen van Gods stem. Gigantisch bijzonder. Want God leeft en Hij spreekt. Vandaag de dag nog steeds. Dus als je door het dal gaat, wil ik je aanmoedigen, voordat ik helemaal door mijn tijd heen ga hier. Als je door het dal gaat, ga dan door het dal in het bewustzijn, Hij is altijd bij mij. Ik bij Hem. Hij bij mij. En Heer, in dat dal heet ik uw stok welkom, uw woord. En ik heet uw staf welkom. En dat doe ik elke ochtend. Zeg ik, goedemorgen lieve papa in de hemel. Goedemorgen lieve Heer Jezus. Goedemorgen lieve Heilige Geest. Wilt u ook vandaag weer tot mij spreken? Het laatste punt, ga ik dit stuk mee afsluiten. Psalm 23 spreekt over de grazige weide. Het spreekt over het drinken uit de beek.
En als je kijkt naar die context en als je kijkt naar de grondtekst ook daarvan, dan spreekt dat letterlijk over tot stilstand komen. Dus dat je tot ontspanning komt, dat je tot rust komt. Dat je even de tijd neemt om tot rust te komen bij God en om te drinken uit zijn rivier. Maar bij het dal, weet je wat er letterlijk in de grondtekst staat bij het dal? Dat het absoluut niet de bedoeling is om daar je tent op te slaan, om daar te gaan kamperen. Nee, het is de bedoeling dat je doorloopt. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Dus ook al wandel ik, ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. En ik wil je aanmoedigen op het moment dat het even niet goed gaat in je leven. Of het nou op geestelijk gebied is, die periodes ken ik ook, dat je worstelt met je geloof. Dat je het even niet meer weet, dat je twijfelt aan God. Of dat het in je ziel is, dat je je schaamt voor jezelf. Dat je schaamt voor wie je bent. Dat je je schaamt over je gevoelens. Of dat het in je lichaam is, misschien wel dat je tegen ziekte aanloopt. Tegen beperking aanloopt in je lichaam. Besluit dan toch om te zeggen, Heer, ik snap er niks van. Ik voel het niet, ik zie het niet. Maar toch, Heer, ik besluit om te blijven vertrouwen en te blijven wandelen met u. Het is zo belangrijk dat we in het dal niet gaan kamperen, dat we niet tot stilstand komen. En dat houdt ook in dat je hier misschien wel blijft komen in de kerk op het moment dat het even niet goed met je gaat. Want dat was belangrijk met de schapen, dat ze bij de kudde bleven. Dat ze zich niet gingen isoleren. Want dat is het doel van de duivel. Dat als je door het dal gaat, daar wilde hij jou tot stilstand brengen. Zodat er isolatie ontstaat. En zodat je naar jezelf gaat kijken, dat je naar binnen gaat kijken en denkt, ja, ik ben ook eigenlijk wel heel slecht. Hoe ik over mezelf denk, wat ik over mezelf voel, wat ik heb gedaan. Maar juist dan wil ik besluiten, ik ga niet stil blijven staan op deze plek. Ik blijf met God wandelen. Corrie ten Boom heeft een hele mooie uitspraak, ga ik aan jullie voorlezen. En die luidt, als de trein een tunnel inrijdt en het wordt donker om je heen, spring je dan uit de trein? Natuurlijk niet. Je blijft stilzitten en vertrouwt erop dat de machinist weet wat hij doet. Weet je, zoals aan elke tunnel een einde komt, zo is ook aan elk einde van elk dal is een bergtop. Want op het moment dat de weg zo gaat, dan mag je weten dat hij ook weer omhoog gaat. En ik wil je bemoedigen, ik wil je aanmoedigen deze ochtend. Weet drie dingen. 1, hij is altijd bij mij. Als tweede, dat is een actie van jouw kant. Heet zijn woord welkom door erin te lezen. Maar heet ook zijn geest welkom om tot jou te spreken en om jou te leiden. En als derde, blijf lopen. Houd vol. Dat is de boodschap. En weet je, we hebben bewust ervoor gekozen om het in twee delen te doen, deze preek. Want zometeen gaan we het over de bergtoppen hebben. Kort en krachtig. Ik ben al eventjes bezig, zie ik. Maar juist in dit gedeelte wil ik de tijd nemen. En er is een enorm ministry team, staat voor jullie klaar. Als jij worstelt met misschien wel ziekte in je lichaam, gebondenheid in je lichaam, beperkingen. Of juist in je ziel. Of juist in je geest, dat je merkt, hé, ik weet niet of ik het wel geloof. Of misschien zeg je wel juist vandaag, ik wil de keuze maken voor Jezus. Ik wil de keuze maken om te zeggen, Heer, kom in mij wonen. Dan wil ik jullie uitdagen en aanmoedigen bij de bar. Dat is een goede plek, op zaterdagavond gaan we ook vaak naar de bar. Vandaag ook op zondagochtend mag je naar de bar toe lopen. En daar staan mensen om voor jou te gaan bidden, deze ochtend. En ik geloof, we gaan zo meteen ook met elkaar zingen, liederen als... Dat we een God hebben van wonderen. Een God hebben die een weg bereidt in ons dagelijkse leven. En die ons brengt vanuit het dal naar de bergtop toe. En wij geloven in de kracht van gebed. En op het moment dat je op dit moment door een dal gaat. Of dat er iets is waar je tegenaan loopt. Of het nou ziekte is, dat het zonde is. Dat het duisternis is. Ga alsjeblieft naar die mensen toe zometeen als we verder gaan aanbidden. En dan gaan we bidden voor een doorbraak. En dan geloof ik ook, dan verwacht ik ook dat we doorbraak gaan zien. Ik ga een moment voor jullie bidden, ja? Laten we onze ogen sluiten. Jezus, Heer, ik wil u aanbidden op dit moment. Heer, en dank u wel dat we uw geest niet hoeven uit te nodigen. We hoeven hem alleen maar welkom te heten, want u bent hier in ons midden.
En Heilige Geest, we willen op dit moment ook tegen u zeggen, we weten niet wat we moeten doen, maar we willen uw wil doen, Vader. Zodat het op aarde wordt, zodat het in ons hart wordt, in ons leven wordt, zoals het in de hemel is. Vader, ik bid deze ochtend, breek door met uw koninkrijk. Daar waar we door het dal gaan, daar waar we tegen ziekte aanlopen, waar we tegen zonde aanlopen, tegen duisternis aanlopen. Heer, ik bid dat u ons de moed geeft, op dit moment, om voor ons te laten bidden, zodat u ook een doorbraak kunt verzorgen in ons leven. Heer, ik zet volledige gezondheid vrij op dit moment, over kapotte pezen. Heer, over enkelbanden die gescheurd zijn, die afgescheurd zijn. Over oren die verstopt zitten. Heer, over ruggen die krom gegroeid zijn. Heer, ik geloof echt dat er mensen hier zijn die zwaar werk hebben gedaan, waardoor hun rug in een bepaalde stand is komen staan die gewoon niet goed is. Heer, ik zet volledige gezondheid vrij op dit moment in de naam van Jezus. Oor ga open. Lichaam wordt gezond in de naam van Jezus. Heer, en ik bid ook als er mensen zijn die worstelen juist in hun ziel. Met gedachten als ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard, ik schaam me voor mezelf. Dan bid ik op dit moment, Heilige Geest, kom met een doorbraak van de waarheid van God in ons leven. Kom met bevrijding, Heer, op dit moment. Heer, ik gebied elke duisternis op dit moment te wijken in Jezus' naam. Heer, en ik wil ook echt bidden voor mensen die hier zitten en die zeggen, ik heb nog nooit mijn leven aan Jezus gegeven. Dat u op dit moment op de deur van hun hart klopt en dat u een liefdevolle uitnodiging doet op dit moment. Heer, wilt u ons aanraken? En die oproep wil ik eigenlijk ook gelijk op dit moment doen. Als we onze ogen gesloten hebben, als je hier zit en je zegt, ja, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil hem in mijn hart ontvangen, in mijn leven ontvangen. Wil je dan misschien een momentje hand opsteken? Dus als je hier zit en je kent Jezus nog niet, ik zie een hand in de lucht gaan. Halleluja. Als je Jezus nog niet persoonlijk kent en je zegt, ik wil hem in mijn leven. Ik wil de kracht van vergeving ervaren. Vergeving van je zonden. Een heel nieuw leven. En betekent dat dan dat alles roze geur en maneschijn wordt? Helaas niet. Psalm 23 is niet de boodschap dat ons niks kwaad zal overkomen. Maar wel dat hij in alles en dan ook alles voor altijd bij je zal zijn. Dus als er nog meer mensen zijn, als je je leven aan Jezus wil geven, op dit moment steek dan even je hand op. Zijn er nog meer mensen? Vader, ik bid echt dat u ons de moed geeft, ook als we net ons leven aan u hebben gegeven. Of dat nou was door onze hand op te steken of in ons hart ja tegen u te zeggen. Heer, of dat er ziekte is in ons lichaam of dat er bevrijding nodig is in onze ziel. Ik bid dat u ons de moed geeft om ook naar het ministryteam toe te gaan. En Heilige Geest, we verwachten deze ochtend een beweging van het Koninkrijk. Heer, hier zijn wij. En zo zegen ik aan ieder in Jezus' naam. Amen. Yes, we gaan met elkaar zingen. Dus laten we gaan staan. We gaan God aanbidden. We gaan hem prijzen voor de doorbraak. En ik wil je echt aanmoedigen tijdens de aanbidding. Ga naar het gebedsteam toe. Yes? Yes?